heer Puus, zijn madame Lee Calfert met hun zoontje Kleine Wannes hadden heel wat vrienden uitgenodigd voor de feestparade van Puus 725. Speciaal uit Polen, uit Dębica, kwam Iglo Polanie met dans en zang, tot het tijd werd om de vriendenreuzen in de parade te dragen of te rollen. Uit vele streken waren onze reuzen gekomen. Uit Brugge, Gerardsbergen, Nieuwpoort, uit Ruppelmonde, Nederland, Wallonië, Klein-Brabant. Mie Calfut en Kobe Cabal uit Ruisbroek openden de stoet terwijl Kleine Wannes met de kruiwagen meegereden wordt. Ook George en Odette zijn van de partij. De kluizenaar van Bolderberg, Lambert Hoelen, is een Augustijnermonnik in donker habijt uit Heus de Zolder. Voor hem uit gaat zijn vast gezelschap, het Hof van Vogelzank, in 17e-eeuwse klederdracht. Het is een gilde van volksmuzikanten en vendeliers. Leonieke van Zaves is de meer dan bekende waardin van het Koningsrek in Branst langs de Schelling. Ze is er met Sooi uit de visserij van Marikerke en met Emiel Verharen dichter. Emiel ligt begraven aan de Scheldeoever in Sint-Amans. Vergeten we Donatus Kwik uit Hingenen niet, een jonge boerenzoon in de kledij van de boer. Ook Nederland zendt zijn reuzen uit. Het Bourgondische Bergen op Zoom is er met Marieke en Toontje, kinderen van Trui van de Toren en van Jan met de Lippen. Zij zijn van oude Brabantse adel. Roermond stuurt zijn stadsreus Stuf als Christoffel. Hij draagt een lamp om het kind Jezus op zijn schouder veilig aan de overkant te brengen in het donker. Maximiliaan van Oostenrijk redde de stad Hulst uit Gentse handen, die de stad in brand wilde steken in de 15e eeuw. Hulst mag de dubbele adelaar dragen, nu nog te zien aan hun stadhuis Toren. Toon met zijn verken is een reus gebouwd naar Abt Antonius uit Riel, met staf en bel en boek. Reuzin Johanna Apkovia, met in de zakken van haar kleed gebouwen uit Goorle, komt uit de grensstreek. Niemand minder dan Gigantius protesteerde in Maastricht tegen het regime van keizer Karel V. Hij is gekleed in een Germaans krijgerskostuum. Clément de Vos uit Lebbeke werd 108 jaar oud. Een groot deel van zijn leven wijdde hij aan de zorg voor weeskinderen in zijn buurt. Larcher stelt een landbouwer-boogschutter uit de middeleeuwen voor. Samen met Sébastien en Urbas Eudelin komt hij uit Wallonië. De vrolijke straatdrumband Fatty Bombastic uit Mechelen begeleidt twee brandweerreuzen, Ferre en Stan, de ene uit Soersel, de andere uit Malle. Hun grootste plezier is het natspuiten van toeschouwers. Brugge vaardigt Victoria en haar huzaren af naar Puurs. Zij komen uit diverse landen. Fatty Bombastic drumt er nog steeds swingend op los. Gerardsbergen vergast ons op Goliath, Gerarda en Kinneke Baba. Goliath is de zwaarste reus in Vlaanderen.
Hij weegt 122 kilogram en wordt door één man gedragen. Niet voor niks moesten de zakkendragers uit de streek een proef afleggen om de reus te dragen. Om juist te zijn. De Kovekesreuzen komen uit Lokeren. Maurice Bathé is erevoorzitter van Koveken. Hij bracht Bo en Huub, broer en zus, mee. Het is toch wel het ondeugende Duvelken dat het meest de aandacht trekt. Na eerst pijnder geweest te zijn voor Reus Mercator, was Kaalman Horvat prins carnaval in Steendorp. Hij werd er keizer Karel de Eerste. Een slagerszoon uit Diksmuiden zet opnieuw de voedseldriehoek op zijn kop. Lier is trots op zijn Felix Timmermans en zo kreeg Paliter uit een van zijn boeken gestalte als reus. De Toeter zette mensen over van Tielrode naar Hamme. Als eerste vermelding van Denterbelle lezen we het oude Latijnse woord baliolis, wat grens betekent. Dus werd hun reus een Romeinse soldaat. Faire Trace komt als verbastering van Fair Trade uit Kontich. Philomena met haar vent Celeste komt uit de meest volkse wijk Schelke van Ruppelmonde. Philomena van Hooiwegen werd 100 jaar. Later werd Mercatorke geboren. Maar ook Gerard Kramer kon als Mercator niet wegblijven uit Puurs. Mariaas is de enige tweeslachtige reus en de ambassadeur van opstal. Wie bij het Pandoeren een harte heer en een harte dame heeft, kent wel de toespeling op mariage. Om Baafmis Kermis opnieuw leven in te blazen, werd reus Bavo in elkaar gestoken. Hij trouwde met Nele. Chikske kwam er later bij als bijnaam voor de Moerzekenaren, Moerse Chic. Kontios, een Keltische naam, verwijst naar Kontich. De reus werd er door de academie en de technische school gebouwd. Jacqueline Puyt is de reuzenheks uit Nieuwpoort. Evenals haar moeder in 1603 werd zij als heks verbrand in 1627. Jan Turpin is de grootste gedragen reus uit Europa. Turpin kwam uit het Franse Boulogne en riep als burgemeester van Nieuwpoort in 1489 de vrouwen op om naast hun vermoeide mannen mee te vechten voor hun stad. De vrouwen vochten zo kloekeliek dat de bruggelingen, de Gentenaars en de Fransen verjaagd werden. Alleen zijn hoofd uit koper bleef intact na een bombardement in de Tweede Wereldoorlog, omdat het op een andere plaats bewaard werd. De 24 dragers worden echte pijnders wanneer ze de 750 kilogram zware reus door de straten dragen.